Hristus veikšu zvēru, tas ir pat. Mūsu jau trāriči rečā paies visa nakts. Metiens viens, tikai viens. Metiens divi, tiešām divi. Tas nekas, tas ir maz. Metiens pietri, apalīnāci. Hristus veikšu, Hristus veikšu zvēru, tas ir pat. Piemieras teiksies, bet kas piemieras teiksies, sāka straujā rič, rač spēle. Un kas to zin, ka beigsies, un kas to zin, ka beigsies. Visus teikšu, visus sveikšu, zvēli, tas ir pats, ir pats. Būs jautrā rič, račā paies visa nakts, es jums teikšu, visus sveikšu, es jums teikšu. Teikšu visu sveikšu zvēru, tas ir pats. Būs jautrā rič, rečā paies visa nakts. Es jums teikšu visu sveikšu zvēru, tas ir pats. Mūsu jautrā rič, rečā paies visa nakts. Metiens viens, rič, rač, rič, rač, rič, rač, rič, rač, rič, rač. Metiens seši, kas parēs. Es jums teikšu Es jums teikšu, paies visa nakts. Welkom bij deze eerste Ratatouille radio-uitzending van het jaar. En we wensen natuurlijk jullie allemaal een goed nieuwjaar en een muzikaal nieuwjaar. Het komende jaar gaan wij in ieder geval proberen jullie blij te maken met veel leuke muziek. Het komende uur gaan we uitsluitend muziek draaien uit Letland. Maar daaraan voorafgaand wil ik even iets kort vertellen over de geschiedenis van Letland, die naar mijn mening ook invloed heeft gehad op de Letse muziek. Zoals jullie misschien wel weten is Letland de kleine republiek die onderdeel uitmaakt van de Baltische Staten. De andere landen zijn Estland, waar we al eerder een uitzending aan gewijd hebben, en Litouwen. Letland heeft iets meer dan 2 miljoen inwoners en van 1200 tot 1991, dat is dus bijna 8 eeuw, zijn ze constant bezet geweest door andere landen. Eerst waren het de Duitsers, toen de Polen, vervolgens de Zweden en Rusland. Daarna een korte tijd door de Fransen, die al snel weer het veld moesten ruimen voor nog maar eens de Russen. De Duitsers zouden tijdens de Eerste Wereldoorlog Letland bezetten, maar hoewel de Russische soldaten een jaar voor de capitulatie van Duitsland massaal naar huis waren gegaan omdat ze genoeg hadden van het vechten en zich wilden aansluiten bij de bolsjewistische revolutie, viel het Rode Leger in 1918 nog wel even Letland binnen. Letland werd dus zo communistisch en uiteindelijk zou het onderdeel worden van de Sovjet-Unie. Hoewel het marxisme 17 jaar voor de Russische revolutie ook in Letland populair was, waren de Letten over het algemeen niet zo heel erg blij met de Sovjet-Unie. Ik denk dat dat een van de redenen hiervoor is dat het marxisme ook een ander zaadje had geplant bij de Letse bevolking. Namelijk nationalisme. Een volk dat trots is op zijn eigen afkomst laat zich dus moeilijk onderdrukken. En dan komen we uit bij de muziek. Muziek is een perfect middel om je te verzetten tegen de gevestigde orde. Zo waren rock- en folkbandjes en popmuzikanten die zich met hun muziek verzetten
tegen de voornamelijk plaatselijke autoriteiten erg populair. De belangrijkste componist in deze categorie was Immans Carl Njit. En daarvan gaan we straks nog wat draaien. Maar het komende uur gaan we niet uitsluitend protestmuziek draaien. We gaan ook nummers draaien die gewoon helemaal nergens over gaan. Maar dat is meer iets voor de mensen die Let's spreken om daar een duidelijk onderscheid tussen te maken. En ik moet eerlijk bekennen dat ik geen Let's spreek. Atnāc draugs pretī man Liedagā, tavā un manējā Liepājā. Skaisti tur krēslā pie jūras iet, vējainā šūpolē šūpoties. Ai, 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 šūpoties, svaigznēs un acīs tev lūkoties. Ai, 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 šūpoties, svaigznēs un acīs tev lūkoties. Atnāc draugs pretī man Liedagā, tavā un manējā Liepājā. Gaismi no viļņiem mēs pasmelsim, dziesmu no šalkām mēs paņemsim. Ai, 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 paņemsim, saulei un mīlai to dāvāsim. Ai, 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 paņemsim, saulei un mīlai to dāvāsim. Atnāc draugs pretī man Liedagā, tavā un manējā Liepājā. Skaistākie sapņi mums ciemos nāk, dzintars mirdz baltajā Liedagā. Ai, 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 Liedagā, tavā un manējā Liepājā. Ai, 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 Liedagā, tavā un manējā Liepājā. Uit 1968, twee keer BBM. Ik weet niet precies hoe dat je dat uitspreekt in het Let's, maar we laten het zo even zo. En het liedje heet Liedagā. En dat de vertaling daarvan is Liepāja. En Liepāja is een belangrijke havenstad in het zuidwesten van Letland. Als we Visma Belševika, de tekstschrijver van dit liedje, moeten geloven, is dit de stad van je dromen waar amber schittert op het witte strand. Carl Njit is de componist van het liedje. En zoals ik al in mijn intro-praatje van deze uitzending vertelde, is dit een belangrijke Letse protestcomponist. Hij begon zijn carrière met het schrijven van symfonieën en opera's. En hij was ook de eerste die een rockopera schreef die in de USSR werd opgevoerd. Hij schreef ook veel andere soorten muziek, waaronder dus cantata's, koormuziek en filmmuziek. Maar het bekendste is hij van zijn intellectuele rockmuziek. In de jaren 60 was hij dus de frontman van de band die we net draaiden. En met zijn hippiestijl werd hij symbool voor de nieuwe generatie die zich bezighield met spiritualiteit, rebellie en een nieuwe kijk had op de wereld. Door druk van de overheid moest twee keer BBM stoppen. Maar Carl Njit hield niet op met zich te verzetten. Hij ging bij de immens populaire band Menuets spelen, waar hij ook al liedjes voor componeerde. In de late jaren 70 en 80 ging hij meer symfonische muziek schrijven. En veel van die liedjes die hij schreef, die schreef hij voor de populaire band Perkons. En deze band werd ook door de Sovjet-regering gedwongen om te stoppen.
Kandins verzet nam nieuwe vormen aan door zich eind jaren 80 aan te sluiten bij de Tautas Fronten. Dat is een politieke organisatie die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het losmaken van Letland in de van de USSR. Na de onafhankelijkheid van Letland werd hij politicus. Rodas maksi jūs kur siltu, mēlīnēs es to sirdī viltu, šķiet kā mēnes to skumjām tiltu, un starp cilvēkiem nav es tiltu. Uit 1969 was het Eolica met Varam Sintezets Visu Bes Riska. En dat betekent vrij vertaald, we kunnen alles zonder risico met elkaar in verband brengen. Deze band werd in 1966 in Riga opgericht door een aantal middelbare schoolstudenten. In eerste instantie speelden ze vele liedjes van de Beach Boys, maar een jaar na oprichting gaan ze ook eigen liedjes, eigen geschreven liedjes spelen. Vervolgens gaan ze studeren aan het conservatorium en in 1969 verschijnt dan hun eerste EP. Het nummer wat we net draaiden komt van deze EP en was het jaar ervoor opgenomen tijdens een concert. De houding en de uiterlijk van de bandleden veroorzaagden enige ophef bij de conservatieve Sovjetgemeenschap, waardoor ze het moeilijk kregen. In 1970 moesten ze, omdat twee van de bandleden hun dienstplicht moesten vervullen, noodgedwongen een pauze van 2 jaar inlassen. Van 72 tot 77 kwamen ze weer bij elkaar. In dat jaar besloot zanger Resnik een nieuwe Eolica op te richten. En in de eerste helft van de jaren 80 zou deze nieuwe Eolica een van de populairste bands van de USSR worden. Hoewel de tweede helft van de jaren 80 wat minder populair waren, scoorden ze nog wel enkele hits. Maar in 89 gingen ze dan in totaal maar 3 LP's en een handvol 7 inches toch uit elkaar. Maar in 1996 kwamen ze weer bij elkaar en ze treden nog steeds op.
jau pošas uz dusu, stādi man labā klāt, noliecies pāri man klusu. Paliec tai blāzmā, kur jūra ar debesīm saplūst, diļņi galotni saplūst, vakara saule labā. Vasara saule labā. Tādījies priedi un jūrmala svitulā sirmā stāvi man saule klāt. Glāsti kā vasara pirmā, paliec tai naktī, kad zvaigznes ar mūžību tiekas, paliec tikšanās priekā, vakara saule labā. Dat was dat Zari is pil Dijatai. En met het nummer Vakara Saulei, wat avondzon betekent. En het komende uur blijven muziek draaien uit de jaren 70. Dit nummer kwam ook uit de jaren 70. Vai vasarā, vai ziemā, vai rudenī, uz priekšu saucot mūs aizvien, gan aicinot, gan mudinot, gan dangainim, gan gludenim, zimriepām cēlī skrien. Gan aicinot, gan mudinot, gan dangainim, gan gludenim, zimriepām cēlī skrien. Ar slaidu tiltu pretim mums upenā, pamiglu bērzi garām brīja. Gan dubļos, gan caur kupenām, gan slidenām, gan trupenām, mēs braucam tālāk pie. Gan dubļos, gan caur kupenām, gan slidenām, mēs braucam tālāk pie. Braucam un braucamies, lai arī kādi vēji pūš. Vai putekļos mēs jaucamies, vai putnas pārniem traucamies, mums aizri ceļā mūš. Vai putekļos mēs jaucamies, vai putnas pārniem traucamies, mums aizri ceļā mūš. Braucam, 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 bra
Ja, dat is een gezellige boel. Daar bij Pauls Butkevich thuis. Ik weet niet of dat thuis is opgenomen, vast niet. Maar het was gezellig bij die opname. Dat kon je wel horen. Het nummer heette Sofera Gismina. En dat is vrij vertaald het lied van de bestuurder. In de jaren 60 studeerde hij rechten, geschiedenis en filosofie. En naast zijn studie en werk bij een telefooncentrale, waar hij dus manager was, werkte Butkevich ook voor het Riga Pantomime Theater. En in 1963 speelde hij voor het eerst in een film. Een televisiefilm was dat. Hij speelde in totaal in zijn hele carrière in 66 films. Waarin hij ook een aantal van zong. In 1990 kreeg hij de eretitel verdienstelijk podiumkunstenaar van de Russische PFSR. Es neesmu burve, es neesmu burve, es tikai mācos. Man tā vēl īsti, man tā vēl īsti, noburt nav nācies. Skumjas kā pūce smējas man gribas, lai nātris kļūst orhidējas. Un rītos, kad gaisma kā pēlē kā sēja man gribas, lai akmeņi aizpūto vējā. Es neesmu burve, es neesmu burve, es tikai mācos. Man tā vēl īsti, man tā vēl īsti, noburt nav nācies. Un dienā man tā vēl īsti noburt nav nācies. Bet vakaros taurim skrūpstām garām, kad un iekšā dēļu es dzirdu jāskos atkal kā pūces mējās. Dit was Lolita van Boete en ze zong Est Nesmu Burve. En dat betekent, ik heb geen charme. Dus deze Lolita vond van zichzelf dat ze niet zo heel erg charmant was. Deze dame begon eind jaren 50 met haar zus te zingen bij de fabrieksclub waar ze op dat moment werkzaam waren.
Ze studeerde aan het conservatorium en in de jaren 70 ging ze naast liedjes zingen ook zelf nummers schrijven. In 1972 won ze de prijs voor beste zangeres op het Lipaja Amber Festival. In 1983 trouwde ze met een Baltische Duitser die in 1939 samen met zijn ouders Letland had verlaten. Ze verhuisde naar Duitsland en als gevolg daarvan werd haar muziek niet meer op de Letse radio en televisie gedraaid. Van 1986 tot 1999 was ze pianolerares. En waarschijnlijk had ze daar ook heel veel plezier in, want ze deed het heel erg goed. Want een aantal van haar studenten behaalde de eerste plaats in de Duitse competitie Jugend Musiziert. Sinds 2006 treedt ze wel weer op in Letland. Dit was Latvia's Radio Zivitsu Volkais ensembles. En ze zongen Ripo Twaika Banitis. En dat betekent de Ripo stoomtrein. Als ik de tekst door Google Translate haal, dan lijkt het liedje een beetje om een reclame voor een Ripo stoomfles. Want dat kwam dus uit de letterlijke vertaling van de titel. Maar als ik op afbeeldingen ging zoeken, dan blijkt het liedje dus te gaan over hoe leuk en avontuurlijk een ritje met de stoomtrein is. Achteraf gezien kun je dat ook wel horen aan het liedje eigenlijk. En ik vermoed dat Ripo een merk trein is, maar daar heb ik verder niets over kunnen vinden. Yeah.
Dat was 4 plus 4 met het nummer Neskomti Rukit. En dat betekent wees niet bedroefd. Pēc Rīgas ielās dzirdu senu gadsimtu soļus. Soļi te klauc, ir staigājis ļaužu tik daudz. Soļu tik daudz, bet nedzirdu tavus. Naktīs dzērgās atpošas putnī. Putni lido, tikai laternu strēlēs, strēlēs. Kāda man būt, kā laterna rītā, kā zūd. Laterna zūd, bet nezūdī sapnī. Tā, 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 tā. Rīgas ielās gaidu, gaidu, gaidu. Naksi kā rīts, kas saulainā mirdzumā bīts. Naksi man līdz, un būsim mēs kopā. Tā, tā, pa, tā, tā, pa, tā, tā, pa, tā, pa, tā, pa, tā, tā, pa, tā, tā, pa, tā, tā, pa, tā, pa, tā, pa. Naktīs šauras vec Rīgas ielās gaidu, gaidu. Atkal es gaidu. Dat waren Eva Grinberga, Sigismund Lorenz en Vilmas Vazulis met het nummer Nocturne. En dat betekent Nocturne. Het enige wat ik over wie ik informatie heb gevonden, dat is Lorenz. En Lorenz studeerde cello aan de muziekschool. Halverwege de jaren 60 werd hij de eerste die lid werd van een Letse rock'n'roll groep. Later werd hij songwriter. En in 1964 voegde zich hij bij de Melody Makers van Peter Anderson. Lorenz schafte een Amerikaanse Fender Stratocaster gitaar aan. En werd daarmee ook de eerste in Letland die deze gitaar ging gebruiken. De band werd heel erg populair bij de jeugd. En als gevolg daarvan, zoals zo vaak in Letland het geval is geweest, raakten ze dus in de problemen met de autoriteiten. En in 1965 werd hen dan ook verboden om op te treden bij een protestactie.
In 1966 richtte hij met anderen de band Eolica op. En daar draaiden we dus al eerder een nummer van. En in de jaren 70 had hij ook een succesvolle solo carrière. In de jaren 80 ging hij weer een hele andere richting uit. Hij ging namelijk kinderliedjes schrijven voor kinderensembles. En in 2002 verhuisde hij naar Canada. Maar in 2017 kwam hij terug naar Letland voor een jubileumconcert van Eolica. Valna, naune dieva, abu vieta, esu dieva Vilmer sveta, vilmer cēla, vilmer kādīnuši kvēla Nomodā un aizmigusī, nepievil to pievilusī Ieva, 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 oh Ieva, 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 oh Ieva, Ieva, Ieva Pieviltājā musticīga Un bezkaunīga, vienmēr balta, vienmēr melna Puse dieva, puse velna Ieva, Ieva, Ieva Dieva, vienmēr svētā, vienmēr cēla, vienmēr kārdīnoši kvēla. Nomodā un aizmigusī, nepievil to pievilusī. Ieva, 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 oh Ieva, Ieva, Ieva. Nav ne vēlna, nav ne dieva, pilnudzu es tevi Ieva. Grēkušu dievieti, taču īstu Dat was Andrees Littenbergs en hij zong Eva, wat gewoon Eva betekent. En Andrees is in die ban van Eva en door haar weet hij dat er geen God en geen duivel is, want er is Eva. En waarom heb je ook een duivel en een God nodig als je Eva hebt? Eva, een echte vrouw. Littenbergs was een populaire muzikant in de jaren 70. En in 1978 kwam hij, toen hij bij het Selga-ensemble speelde, in conflict met de lokale bevolking en het bestuur van Saldus, waar ze gingen optreden. Later verscheen er over dat optreden een vernietigend artikel in het communistische Letse dagblad Padomju Jaunate. En dit artikel was voornamelijk gericht op solist André Littenbergs. En de termen vulgair en zatlap kwamen daar enkele malen in voor. Het jaar daarop zou Littenbergs plots sterven. En zijn dood is nog steeds een mysterie. De officiële verklaring voor zijn dood luidt zelfmoord. Maar een aantal vreemde feiten worden hierdoor niet verklaard. Toen de weduwe van Littenbergs aan de openbaar aanklager om opheldering vroeg, antwoordde deze: de lente zal komen en alles zal aan het licht komen. En vergeet niet dat je dan nog moet leven. Oh.
Dat was Sigismund Lorenz en hij zong Serini en dat betekent lila. En Lorenz heeft met name een voorkeur voor de kleur lila in zijn tuin. Want zijn favoriete bloemen zijn seringen en lelies die netjes gescheiden worden door een rij Jacobsschelpen. Mama
Dat was Sandra Ausolite met Parvizu Maxayu es Dargi. En dat betekent vrij vertaald, het heeft me veel gekost. Lijkt net een Nederlander dus, die Sandra. Maar als ik het liedje vertaal, is de strekking van het verhaal iets in de trant van de vis wordt duur betaald en zoals men zaait zal men oogsten. In het liedje beseft zij dat geld niet alle wonden kan helen, maar haar hart is nog vol van de mooie natuur en haar lief die haar zoveel verdriet heeft bezorgd. Helaas, ik kijk weer op de klok. Niet alleen helaas voor Sandra met de liefdesverdriet, maar we moeten weer afsluiten. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren natuurlijk. En om iemand terugluisteren kan en informatie over Ratatouille Radio kun je vinden op ratatouilletv.wordpress.com. En dan sluiten we af met een nummer uit 1979 van Mirta Zivre Fijnmer Boet. En dat betekent alleen maar. That's all, folks.